Hallo lieve mensen, graag sta ik met u stil bij een voorspelling die ik 5 januari heb gedaan, is uitgekomen. 5 januari was ik te gast bij Omroep Helmond om een jaarvoorspelling te doen voor het jaar 2018. Ik heb daar verschillende voorspellingen mogen doen. Helaas is één voorspelling deze week uitgekomen en ik zeg met nadruk helaas. Op het einde van de uitzending kreeg ik heel duidelijk door dat Nederland opgeschrikt zou worden en in rouw zou zijn door het plotselinge overlijden van een bekende televisiepersoonlijkheid, vrouwelijke televisiepersoonlijkheid, waarvan haar voornaam met een M begint en haar achternaam begint met een B. Afgelopen week kregen we te horen dat een gevierd televisiepresentatrice, de grondlegster van het presentatiewerk in Nederland, is overleden. Mies Bouwman, vrij plots overleden. Een charismatisch, liefdevol persoonlijkheid met een engelenenergie, die in menig herinnering zit van de mensen. Zij behoort tot het collectieve televisiegeheugen van Nederland. Mijn medeleven gaat uit naar familie, nabestaanden en mensen die met haar gewerkt hebben. Ik weet zeker dat haar ziel opgevangen is en nu in het licht verblijft. Ik weet nog goed dat ik vroeger als kind keek naar de hoofdrol waarin zij mensen uitnodigde. En haar welbekende, lieve, 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 lieve mensen, wat we allemaal nog herinneren wat ze dan vaak zei. Gasten, zoals majoor Boshart, kwamen bij haar. Mooie mensen mocht ze interviewen, maar ze was zelf ook een mooi mens. Mijn medeleven gaat nogmaals uit naar familie en nabestaanden. En ik heb meerdere voorspellingen gedaan. We moeten afwachten of zij uitkomen. Van sommigen hoop ik dat ze niet uitkomen, omdat ik ook een aantal nare dingen heb gezien voor de wereld. Laten we hopen dat ik me vergis daarin. Maar ik heb ook mooie dingen gezien en laten we hopen dat ik daarin gelijk heb. Er is een leven na dit leven en het troost me en mensen ook die Mies hebben gekend. En ook mensen die haar natuurlijk allemaal kennen van de televisie, weet dat er ooit een wederzien zal zijn in de harmonie van het universum, in het licht. Omdat wij allen ooit opgetrokken zullen worden naar het licht, in het leven, naar de dood, wat op ons wacht. Dank u wel voor het vertrouwen dat u in mij stelt als medium. En ik zie u graag terug in een andere YouTube-clip. Wat ik ook heel duidelijk doorkrijg is, we kunnen ook in het land plotseling opgeschrikt worden door de dood van een bekende vrouw die eigenlijk plotseling overlijdt. En ik krijg heel duidelijk een soort voorletter door, een M en een naam die met een achternaam die met een B begint. Ja. Dus MB. MB, dus, ik ga even meeschrijven. Ja. MB. Dus okay. Onthoud dat maar, ik weet niet, het kan ineens plotseling zijn.